Schlumbau. Het was Jorien van der Herik, hè? We zaten al in trainingskamp ergens in Zeeland, volgens mij in de voorbereiding. En toen belde hij op en toen zei hij, zou jij John Daal Thomassen willen hebben? Ik zeg, voorzitter, is de paus katholiek of zo? Of gelijk doen? John is een jongen, hij is altijd onderweg. En hij staat altijd op de goede plek en hij vertrekt altijd op het goede moment. En dat is een kwaliteit die kun je niet leren, die heb je. En voor mij was dat in eerste instantie, in die aanloop naar het seizoen, had ik die rol, zeg maar de nummer 10, die rondom de spits speelt. Daar had ik dus in eerste instantie Korniev voor, Igor. Die kon dat ook, maar dat was meer de creatieve middenvelder, maar niet de echte lopende man die als tweede spits, wat hij ook wel deed, maar minder. Maar John Daal heeft het vermogen dat hij altijd onderweg is en altijd op het goede moment daar is waar hij moet zijn. In voetballen 2 plus 2 is nooit 4, het is 3 of 5. En je merkt dan dat op een gegeven moment er toch onbewust een bepaalde spanning opkomt. Ja, dan kan iedereen al roepen, iedereen is alleen, dat is niet zo makkelijk te managen, iedereen is alleen naar zomerstemming rondom hem en de mensen op straat en alles dit en dat. Ja, maar je moet het nog steeds wel doen. Zeker in zo'n laatste fase speel je niet je beste wedstrijden qua niveau. Maar wel, wat ik zeg, de drang zat erin van ook slecht spelen en, of niet op je niveau spelen. En hem toch eruit halen. Ja, daar gaat het dan om.